Het gaat meer richting een kettingzaag dan dat het echt een mooie zang is. Maar ja, wel een ongelooflijk mooie, goede artiest die echt geweldige muziek heeft gemaakt. Er stond overal altijd muziek op bij ons. Het is niet dat we per se overal naar moesten luisteren, maar daar ontkom je bijna niet aan als je in hetzelfde huis woont. Nee. Dus ik ben gewoon opgegroeid met veel muziek om me heen. En ben ik op een gegeven moment ook op gitaarles gegaan. En mijn vader speelde piano, mijn broertje speelde ook gitaar. Dus we hebben veel gedaan met muziek. En pas later eigenlijk kwam ik erachter dat de muziek naar waar mijn vader luisterde eigenlijk verdomd goede muziek was. Ja, die kwamen toen net met hun eerste album. In 2005 denk ik, moet dat zijn geweest. Ik was net klaar met de middelbare school. Oké. Okay. En toen begon ik eigenlijk... Dat was eigenlijk net het moment dat ik me een beetje begon... Ja, ik luisterde al wel veel naar muziek, maar ja... Ik vond voetbal veel mooier en verder... Eigenlijk niet echt heel. Toen kwam ook een beetje het elektronische tijdperk, zeg maar, dat je muziek kon gaan downloaden en wat makkelijker. Dus was muziek wat makkelijker te bereiken voor me. En toen kwamen zij net met dat album uit. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik me echt ben gaan verdiepen in muziek. En op zoek ben gegaan naar muziek die ik mooi vond. Samen met de Killers eigenlijk. Die kwamen toen ook met hun eerste album. Maar de Arctic Monkeys zijn daar wel het belangrijkste in. Ja, ja. Dat eerste album van hun, dat was ook natuurlijk... als je bedenkt dat die gozer, die was volgens mij 17 of 18. En als je luistert naar de teksten die hij zingt, dan kan je ook eigenlijk al niet bedenken dat hij het zelf heeft geschreven. Maar dat schijnt dus wel zo te zijn. En die hebben toen eigenlijk een heel tijdperk van indie rock eigenlijk ingeleid. En dat was het moment dat ik... Dat ik muziek steeds meer ging waarderen. Dus dat is eigenlijk begonnen bij de Arctic Monkeys. Twee vrouwenstemmen, ja, bij Pink Floyd. Ja. En bij Angus en Julia Stone. Precies. Ja. Nee, ik hou niet zo van zangeressen. Er zijn weinig zangeressen die ik echt goed vind. Okay. Tenminste, waarvan ik de muziek, ik vind ze wel goed, maar waarvan ik de muziek echt, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is gewoon, ik zou niet weten waar dat door komt. Ja, heel moeilijk. Okay. Ik vind sowieso dat je lijstjes en zo, dat je muziek moet waarderen en dat het een soort van wedstrijdje wordt. De een is beter dan de ander. Dat vind ik eigenlijk al dat niet echt kan, zeg maar, bij muziek. Want ja, je vindt iets mooi of je vindt iets niet mooi. En het is niet dat de een beter is dan de ander of wat dan ook. Dat heeft gewoon puur met je eigen voorkeur te maken. Yeah. En ik mocht niet meerdere nummers van dezelfde artiest kiezen. Klopt. Dus dat vond ik ook wel, een lullige beslissing van je. Ja, The National is denk ik een van mijn favoriete bands op dit moment. Yeah. Die luister ik veruit het meest van allemaal. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat in het begin dat ik het eigenlijk helemaal niks vond. En ik luisterde een paar nummers. Ik vond een paar nummers echt geweldig. Alleen en toen ben ik een keer naar een live show van ze geweest en toen was ik verkocht. Dus sindsdien is het echt bijna verslaafd aan de stem van de zanger van The National. Ja, het zit muzikaal ook best wel slim in elkaar en supergoed. Dus je blijft telkens nieuwe dingen ontdekken als je er goed naar luistert. En als je dat ook nog combineert met hoe hij zijn live shows doet, dan maakt dat wel een van mijn favoriete bands. En ze komen naar Nederland binnenkort. Ja? Ja. Oké. Okay. En daar ga je naartoe? Daar ga ik zeker naartoe, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is natuurlijk ook waar muziek voor verzonnen is natuurlijk. Het roept een bepaalde emotie bij je op en het brengt je een beetje in vervoering, zeg maar. Daarom ben ik denk ik verslaafd aan muziek.
ik ben helemaal niet zo muzikaal onderlegd. Ik hou heel erg van muziek en ik luister er heel veel naar. Ja. Maar echt, je moet niet met me aankomen met muziek op papier en weet ik het wat. En dan mijn mening, dat zou ik niet weten. Okay. Ik kan een beetje gitaar spelen ook, maar dat is ook niet echt bijzonder. En dat hou ik vooral voor mezelf, want om dat aan andere mensen te laten horen, dat is geen goed plan. Dan gaan we zeker niet filmen, nee. Helaas. Dan ga ik mijn vingers niet aan branden. Ja, dat nummer vind ik zo bijzonder, omdat ze eigenlijk allebei niet helemaal zichzelf zijn, zeg maar. Ze zingen, vind ik, recht vanuit hun hart. En het is zo niet harmonieus eigenlijk, dat het toch wel weer ongelooflijk goed bij elkaar past. Dus dat vind ik echt, dat vind ik echt bijzonder. En de beste zanger is natuurlijk Johnny Cash. Ja, daar ben ik het mee eens, ja. Ik weet niet of je Bob Dylan de laatste tijd nog een keer op horen zingen, maar... Nou, hij zingt wel beter dan Johnny Cash de laatste tijd. De laatste tijd wel, ja. maar het is niet... Het gaat meer richting een kettingzaag dan dat het echt mooie zang is. Maar ja, wel een ongelooflijk mooie, goede artiest die echt geweldige muziek heeft gemaakt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de achtergrond niet helemaal ken. Maar het komt op mij over alsof ze het gewoon samen hebben gespeeld en samen hebben gezongen. Ja. En volgens mij is het ook een live versie, maar dat weet ik niet helemaal. Is het in ieder geval live opgenomen, dus dat ze het niet los van elkaar hebben opgenomen. Ja, ja. Dat dacht ik. Ja. Maar het maakt, ik vind het gewoon ongelooflijk oprecht, zeg maar. Ja. Dus Bob Dylan bewijst dat wel, denk ik, dat je niet een geweldige zanger hoeft te zijn om een geweldig artiest te zijn. Dus dat is voor mij het beste nummer wat ooit gemaakt is. Nee, ik vind bijvoorbeeld Neil Young ook geweldig, maar die staat er niet in. Nee. Ja, snap ik eigenlijk ook niet waarom ik die niet erin heb gezet. Maar ja, er was maar plek voor 11 nummers. Ja, sorry. Dus Neil Young, die komt op nummer 12 of nummer 13, samen met de Rolling Stones. Nou, ik heb een koptelefoon. Ja? Ja, zeker. Het is niet dat ik allemaal altijd op heb, want ik zit in de bus naast Michel Breuer en dat kan ook best wel gezellig zijn. Maar ja, op een gegeven moment heb je die verhalen van hem ook wel gehoord. En ik bedoel, je zit in de bus, dus je hebt niet zoveel te doen. Soms kijk ik een film op mijn iPad of soms luister ik muziek. Bij VOC, weet ik wel, daar hadden we altijd een box staan en daar draaiden we altijd vlak voordat we de kleedkamer uit gingen, draaiden we een nummer van Ennio Morricone, Ecstasy of Gold. En dat draaiden ze toevallig ook bij Sparta vlak voordat we het veld opkomen. Tenminste, een klein stukje ervan. Okay. En dat was wel voor ons toen, dat werd een soort van ritueel, zeg maar. Dat was altijd lang levende lol, maar zodra dat nummer opging, dan ging iedereen zich focussen en dan probeerden we die wedstrijd wel zo goed mogelijk en zo serieus mogelijk te spelen. Maar bij Sparta heb ik dat niet en ik heb dat ook niet echt nodig. Het is niet dat ik muziek nodig heb om me te concentreren of om in een of om me klaar te maken voor een prestatie. Dat is trouwens de enige zangeres die ik wel echt, die ik echt top vind. Stevie Nicks. Ja, Stevie Nicks. Die vind ik, die had ik er misschien nog wel in willen zetten. Maar ja, die haalt het niet bij die andere nummers. Nee. Nee, ik vind het prachtige muziek en ook een bijzonder verhaal natuurlijk van het album. Dat ze allemaal uit elkaar waren, dat het helemaal uit elkaar viel. En dat ze allemaal terugkwamen en allemaal hun eigen nummers hadden. En dat is natuurlijk wel een legendarisch album. En Stevie Nicks vind ik een geweldige zangeres, maar dan had ik natuurlijk Tom Petty er ook in moeten zetten. En dan kan je nog dagen doorgaan met artiesten die er misschien ook wel bij hadden moeten. Ja. Je moet keuzes maken, hè? Ja, jammer. Ja. Ja. Het is net een trainer. Ja, dan kunnen ze maar 11 op het veld staan. Ja. ik zou eigenlijk niet weten hoe ik aan dat nummer kom, maar het is natuurlijk een redelijk bekend nummer. Maar ik hou ook best wel van elektronische muziek, moet ik zeggen. Alleen is het wel zo dat elektronische nummers vaak niet echt tijdloos zijn. Dus dat ze een tijd lang tot je favorieten kunnen behoren. En dan uiteindelijk dan luister je 2 jaar later, luister je eigenlijk naar waar je toen naar luistert. En toen dacht je van ja,
dat is toch niet helemaal meer wat ik nu leuk vind. Maar bij Daft Punk is dat eigenlijk, vind ik wel zo'n tijdloze elektronische artiest. En het verhaal van Daft Punk is natuurlijk ook gewoon, is ook gewoon kick. Met twee gasten met helm op, waarvan tot heel lang niemand wist wie het nou precies waren. En tekenfilms als clips. Ik zat toen op de middelbare school, dus dat vond ik mooi. En ik vind dit nummer ook best wel gelaagd eigenlijk. En echt een goed nummer. Ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig. Ja. Die mocht natuurlijk niet ontbreken. Naast dat het een prachtige artiest is om naar te kijken, zeg maar, naar die video's op YouTube. Dat die mensen, de camera staat zo ver ingezoomd dat je niet eens zijn hele hoofd ziet. En met hoeveel emotie hij die nummers zingt, dat vind ik mooi om te zien. Ik hou altijd wel van een bepaalde oprechtheid, dus het moet gaan om de muziek en niet om de artiest. En dat is helaas in deze tijd redelijk schaars. Ja. Maar dit vind ik een van de mooiste nummers die er is. Ja. Ja. En de Franse taal vind ik natuurlijk dus ook geweldig. Dus dat is mooi. Ik luister minder. De tekst is altijd van ondergeschikt belang, vind ik. Maar dat vinden andere mensen. Maar bij dat nummer van Jacques Brel bijvoorbeeld niet. Want dat is natuurlijk een ongelooflijk mooie tekst. Mijn Frans is net goed genoeg om te weten wat die zegt. Okay. En je hebt ook, dat is ook het mooie van YouTube. Je hebt natuurlijk ook allemaal filmpjes met ondertiteling. Yeah. En je hebt ook een versie van dit nummer. Laat mij niet alleen. In het Nederlands, gezongen door Jacques Brel. Oh, ja? En een Frans accent. Oké. Okay. Dus dan op zijn bronjo's. Ja, dat is op zijn bronjo's, ja. Ja. Ja, dat is ook. Dus dan weet je een beetje. Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik op internet heb opgezocht wat het allemaal betekent. Maar ik vind het een prachtige tekst. Zoals veel mensen zeggen, grens creativiteit vaak aan dat mensen je een beetje gekker vinden. Als voetballer ben ik wel creatief. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat ik ook wel eens dingen doe op het veld waarvan mensen denken, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, het ene kan bijna niet zonder het ander, denk ik. Of je, moet weer de vergelijking maken met Messi. Die is van een andere planeet. Ik weet niet zo goed waar dat door komt, maar als je op een bepaalde manier vrij voelt, dan ga je denk ik ook wel eens dingen doen die andere mensen nooit zouden doen. En dat kan ook mislukken. Nou, ik voetbal wel op intuïtie en muziek heeft veel te maken met emotie en wat minder met structuur, zeg maar. Dus het kan wel zijn dat het feit dat ik heel erg van muziek hou en dat ervoor zorgt dat ik de persoon ben die ik ben. Ja, daar geloof ik wel in, maar dat lijkt me ook denk ik wel redelijk logisch. Nu Matthias Pogba weg is, wel wat minder, want die kon echt geen muziek zonder muziek. Geen minuut zonder muziek. Dus het eerste wat hij deed was de speaker keihard aanzetten 's morgens. Hij werd heel vrolijk van, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik er niet altijd even vrolijk van werd. Okay. Maar goed, met het enthousiasme en zijn liefde ervoor, dat maakte wel een hoop goed. Bart Vriends doet het af en toe en Cheryl Floranus wil nog wel eens wat muziek opzetten. Okay. Cheryl Floranus heeft niet helemaal dezelfde muzieksmaak als die ik heb. Maar, dus ik vind het mooi dat hij dat af en toe wel doet. Ja, we zaten op trainingskamp in Oostenrijk. Zaten we ons een beetje te vervelen 's avonds. En hij zet af en toe wat muziek op en ik zet af en toe muziek op. Ik vond eigenlijk wel dat hij een beetje muziek draaide die ik ook mooi vond. Alleen eigenlijk net wat anders. Dus dan hoorde je telkens eigenlijk nummers die ik wel cool vond, alleen had ik geen idee wie het waren. Dus toen kwamen we met het idee om eens in de maand allebei 11 nummertjes te selecteren en die in de afspeellijst te doen. Ja. Zodat je elkaar eigenlijk voorziet van nieuwe muziek, of van muziek die je eigenlijk vergeten was. En dat, ik moet zeggen dat ik dat best leuk vind. Er zijn geen eisen waar je aan moet voldoen wat je gaat selecteren. Dus je mag gewoon 11 nummers selecteren die op dat moment, waarvan jij op dat moment denkt, nou, dat vind ik eigenlijk wel mooie nummers. Dus dat is wel leuk om te doen ook. Ja, hij heeft wel
Hij heeft een goede smaak voor country nummers. En ik hou eigenlijk best wel van country, maar het zit nooit in mijn lijsten of ik luister het eigenlijk nooit. En als ik wil het wel eens luisteren, maar dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Dus dat vind ik wel mooi. Daar heeft hij me wel mee verrast. En hij had vorige keer, afgelopen maand, dat hij Claudia de Breij erin gezet. Dat moet hij natuurlijk niet meer doen. Want dat vond volgens mij de enige die in Nederland het mooi vond, was Bart Vriend zelf. Ja, hij is ook wel redelijk muzikaal. Hij speelt gitaar en piano volgens mij. Nou, ik denk dat je hem wel zover krijgt om voor de camera te spelen. Ja? Tenminste, ja, hij is echt goed. Ja? Ja, dus ik vind eigenlijk dat hij dat ook een beetje verplicht is aan de rest van aan alle kijkers. Ik had wel een maat van mij waarmee ik, die vroeger mijn huisgenoot was toen ik nog studeerde, die had echt de slechtste muzieksmaak die ik ooit gehoord had. Ja. Ja, die luisterde alleen maar, die had als favoriete muziek top 40. Ja, dus wat er ook in stond, het was zijn favoriete muziek. Ja, zo werkt het toch niet? Dat was de ene keer Nick en Simon op nummer 1 stonden, was dat zijn favoriete nummer. En als het de andere keer Eminem was, dan was dat ze, ja. Die had gewoon geen muzieksmaak. Die hoorde alleen af en toe muziek. Ja, Manfred & Sons heeft één geweldig album gemaakt. Dat was hun eerste album. Ja. En op een of andere manier had ik dat best wel vroeg ontdekt. Voordat zeg maar, de hele meute die Manfred & Sons nu geweldig vindt. En toen speelden ze hier in Rotterdam op Motel Muziek. En het was niet eens uitverkocht volgens mij. In de Schouwburg. Toen het was net zeg maar, voor de hype die ging uitbreken over hun. En ik ben toen naar dat concert toe gegaan. Dat was geweldig, dat was echt prachtig. Alleen uiteindelijk zijn ze een soort van een beetje slachtoffer geworden van hun eigen succes met Ibanjo, Lekker Ping. Dat was in het begin allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar ze hebben wel ook echt hele mooie muziek gemaakt. Alleen. Ja, ze zijn van de hele intieme sfeer die op dat concert, die ik op dat concert voelde, zijn ze eigenlijk naar een beetje platte stadionrock toegegaan. Ik vind ze nu niet meer zo geweldig. Maar toen vond ik het, en dat nummer vind ik veruit het mooiste nummer van het album. Dus die moest erbij. Ja, het is sowieso, het bijzondere van muziek is natuurlijk ook dat je een nummer op één moment kan horen en denken van nou, ik vind er helemaal niks aan. En dat je dan op een ander moment, omdat het toevallig omdat je toevallig op een mooie plek staat of op een mooie plek bent of in een kroeg bent met al je maten of het zit in een film die je geweldig vindt. En dan kan je zo'n nummer ineens wel je grijpen. Dat is natuurlijk wel ook iets ongrijpbaars van muziek. Mijn nummer 1 heeft natuurlijk altijd te maken met waar ik het voor het eerst hoorde en zulke dingen. Dat zal voor iedereen zo zijn. Yeah. Dus daarom vind ik dat je muziek niet in toplijstjes kan zetten. Ja, echt belachelijk. Je had eigenlijk gewoon de beste 11. Dat is dan beter. Ja, maar uiteindelijk moet je ze ook allemaal van 1 tot 11 moet je ze inschalen. Nee, geen shuffleklop, want ik heb ze wel zo ingedeeld dat er een bepaald verhaal achter zit van nummer 1 tot 11. Oh echt? Nee, natuurlijk niet.